Het Korps Brandweer Suriname heeft voor dit jaar de controle op vuurwerk flink opgevoerd. Volgens Olten Pinas, brandweervoorlichter, mag er tot 31 december vuurwerk geïmporteerd worden. Pinas geeft aan hoeveel vuurwerk er tot en met 16 december is geïmporteerd. Tot en met 16 december van het jaar hebben wij 22 containers van 40 voet zijn geïmporteerd en zijn dus gecontroleerd door de, of geïnspecteerd door de brandweer. Nou, tot en met 22 december was er vergeleken met de voorgaande jaren minder geïmporteerd. Pinas heeft namens het Korps Brandweer Suriname voor de komende feestdagen een advies en een nieuwjaarswens voor de samenleving. We wensen de mensen een veilige jaarwisseling, dat alles vlot mag verlopen in het nieuwe jaar. En we hopen dat wij minder vuurwerkslachtoffers hebben dan de voorgaande jaren. Olten Pinas, voorrichter bij het Korps Brandweer Suriname. Hij sprak over de hoeveelheid vuurwerk dat dit jaar is geïmporteerd.